dienstplichtig soldaat Glorieus. Ge zijt gelijk ge weet van uw waan mijn ordonnans. En ge zult voortaan hier in huis wonen. Jawel, kapitein. En vermits het hier de kazerne is, hangt ge voortaan bij het binnenkomen uw hoofddeksel aan de kapstok. Jawel, kapitein. Muts af. Jawel, kapitein. Ge zijt toch niet doof, hè, jong? Zo. En, glorieus Matthias, hoe wordt ge genoemd? Thijs, kapitein. Thijs. Boem. En weet ge ook, Thijs, waarom ik juist u als ordonnans heb gekozen? Nee, kapitein. Omdat wij uit dezelfde streek komen. Mon ami, ik neem altijd een boerenjongen uit mijn eigen streek. Die ken ik. En die zijn, zoals ik het verlang, betrouwbaar, stipt en gedienstig. Begrepen? Jawel, kapitein. Ge eet in de keuken. En als ge zo 's avonds thuis zijt en iets te doen hebt, dan kunt ge ook boven in de tussenkamer gaan zitten. Dat is feitelijk een ongebruikt vertrek. Dank u, kapitein. Dan zal ik u nu eerst aan de familie voorstellen. Kom, mon ami. Wij zullen het samen wel vinden, hè? Jullie, kinderen, dit is de nieuwe ordonnans. Thijs Glorieus. Thijs, dit is madame, mijn vrouw. Dit is monsieur Paul. Hij studeert aan de universiteit. Dit is monsieur Maurice. Hij studeert ook aan de universiteit. En dit is mademoiselle Corinne. Die studeert aan de Académie des Arts. Het is weer een jongen uit mijn eigen streek. Zie, die ken ik. En die zijn, zoals ik het verlang. Betrouwbaar, stipt en gedienstig. Thijs, quel nom est-ce donc? C'est comme Mathieu, ma mère. Alors on dira donc Mathieu. Voor mij heet hij Thijs. En zo blijf ik hem noemen. Allee, Thijs, ingerukt naar de keuken, hè? En laat die door dat vrouwvolk niet op uw kop zitten, hè? Ja. Bannie. Slurpen uit je schotel. Oh, kom. Ik heb langer in de stad gewoond dan jij. Niet in herenhuis. Nee, dat is waar. Mocht die roken? Wat valt er nu weer te lachen? Mocht die roken? Wacht maar tot aan onze lieve komen. Dan kun je niet meer zien. En wel, geef me dan maar een asbak. Ja. Van onze meneer. Daar is ze maar op achtergekomen, hè, om te weten waar onze meneer zijn sigaren bewaart. Ja. Wat zegt de meske? Oh, eet me maar niet op. Ik zeg, gij laat er geen gras over groeien. Bedoelt ge daarmee dat ik die gestolen zou hebben? Zou het zo erg zijn als gij eens een sigaartje van meneer rookte? Niet als meneer ze me geeft. Anders is het voor mij stelen. Het is maar dat het gelijk weet. Van slechte dingen hou ik niet. Ze kunnen hier in huis best wat missen. Madame is schatrijk. Daar gaat het niet om. Als ik iets neem dat niet van mij is, dan is het voor mij stelen. Het is waar dat ons meneer een braaf mens is. Maar zij, Alito dit, Marito dat. Een feeks is onze madame. Ze is uit of ze gaat uit. Maar meneer Paul is weer een bon type. Maurice niet. En Corinne is een zotin. En ik hoor ook niet gerne dat ze over de familie spreekt. Ik heb er uw brood. En goed belegd naar ik zie. Maar enfin, wat zei jij er voor een? Gezeverd gelijk naar pater. Naar pater? Nou, dan maak je het nog aan hier in huis. Je weet niet wat ik erover denk, hè?
is er geen werk meer. Schoon de poetsen. Zwijg gelijk, wat ik doe. Ik zal zorgen dat ik maar vroeger klaar ben met mijn werk. En dan zal het wel gaan. Dag, meskes. En denk erom, hè. Doe geen dingen die uw moeder niet goed zou vinden. Hoe bevalt het u, mon ami? Soldatenleven? Daar heb ik nog niet veel van ondervonden, hè, kapitein. Ik woon hier in de kazerne. En je schijnt er geen pierenwaaier te zijn ook, hè? Je zit op een zondag maar stilletjes thuis, gelijk ik. Is iedereen uit? Jawel, kapitein. Dan zijn wij de huiswachters, mon ami. Maar wat ik zeg je maar, die geschiedenis die ik u juist heb verteld, dat is werkelijk waar gebeurd, jongen, van die heks. 'S Nachts om 12 uur hoorden ze op den zolder fanfaremuziek. En de deur die op slot en grendel zat, die waaide gedurig open. Dat was toverij, jongen. Ik kan toch niet geloven, kapitein? Want toverij, dat bestaat niet. Er bestaat niks, mon ami. Niks. Dat heb ik nog nooit gehoord, kapitein. Bestaat er niks? Niks. Er bestaat niks. Hier, stopt er nog eentje. En wees er gerust op, mon ami. Niks. Ik kan toch niet geloven, kapitein. Ik kan niet verstaan dat een mens die zo geleerd is en zo goed als jij kan zeggen dat er niks bestaat. Ik besta, dat kun je toch niet afstrijden. Madame bestaat, uw kinderen bestaan, uw huis bestaat, je bent rijk, uw vermogen bestaat. Ik bedoel niet het tastbare, mon ami. Hoe dan, kapitein? Het ontastbare. Bijvoorbeeld, geluk. Dat is toch geluk, kapitein? Wat wilt je nog meer? Als jij niet gelukkig bent, dan is toch niemand gelukkig? Zo simpel is het niet. Je spreekt juist als mijn grootmoeder, die zei altijd: niks is zo makkelijk als gelukkig zijn. Als je maar tevreden bent met dat wat je hebt. Dat zeggen ze bij ons allemaal. Dat leert je als kind. Maar dan gaat het kind de deur uit om te studeren. Het wordt heel geleerd, mon ami. Maar het leert geen wijsheid. Het zit in de boeken, het dupt, het redeneert. Maar het leeft niet. Want leven, dat is wijs worden. Verstaat u mij? Of verstaat u mij niet, mon ami? Ja, maar ik... Ik zal u het verschil zeggen. Om te leven weten wij, gestudeerden, juist zoveel als eenvoudige mensen. En van een hoop dingen veel minder. De eenvoudige mensen denken dat buiten hetgeen zij weten nog een hele wereld is die zij niet kennen. Wij hebben die wereld gezien. En wij weten dat het niks is.
Versta je mij? Ik kan toch niet begrijpen dat jij niet gelukkig bent. Je hebt een vrouw en kinderen. Gehad, mon ami. Toen mijn kinderen klein waren en mijn vrouw aan huis gebonden, toen ben ik gelukkig geweest. Maar dat vergaat, ziet gij? En nu zit ik op een zondag alleen thuis. En ik filosofeer met mijn ordonnans. Maar kapitein, je hebt verdriet? Dat mogen we niet zo zwaar nemen, mannen. We trekken zelfs nog een flesje open, hè? Ja. Ik kan toch niet zo redeneren als gij, kapitein. Mijn kop doet er pijn van. Maar één ding geloof ik toch niet. Dat geleerde mensen minder weten dan simpele mensen. Ontwikkeling, dat is iets anders dan wijsheid, mon ami. Ja, het gaat toch boven mijn pet zoals gij het zegt, kapitein. Dan zal ik u 3 vragen stellen. 1. Van waar komen wij? 2. Waar zijn wij? 3. Waar gaan wij naartoe? Antwoord op de eerste en derde vraag, dat beweerde vroeger iedereen te weten, maar niemand weet. Dus, antwoord op de tweede vraag. We zijn hier op de wereld die je zo goed mogelijk moet leren kennen en voor iedereen zo schoon mogelijk moet maken. Ja! Dat is waar. Ja, Thijs. Dat is waar. Je hebt 2 ouders. 4 grootouders. 8 overgrootouders. 16 bedovergrootouders. 32, hoe moet ik ze noemen? En zo verdubbelen uw voorouders elke 25 jaar. In de 15e eeuw heb je meer dan 50.000 voorouders. Ik wil maar zeggen dat wij allemaal al van dezelfde afkomst zijn. Ik versta u. We zijn 1 grote familie. De wereld zou 1 grote familie moeten zijn. Oh, dat is mijn gedacht. Een schoon gedacht, mon ami. Hier, maak open, hè? Ja. Je moet er maar niet meer over dubben, mon ami. Ik geloof dat wij te veel filosoferen. De naam Zeus. Kapitein? Een militair die te veel nadenkt. Jongen, toch, waar moet dat naartoe, hè? Thijs, open doen. Tot de volgende keer. Kunnen niet kloppen voordat je binnenkomt. Allee, ga toch zitten.
Er is voor u ook wel wat. Proeven. Nee, merci. Zo. En betaalt madame dat allemaal? Ja. Dan vinden ze madame goed. En bij de restjes opeten die aan de stof hebben. Zal u lang dat over iets anders mogen eten dan patatten met azijnsaus? Zal ik hem ook eens inschenken? Nee, merci. En die sigaren, dat zijn ook restjes die anders bederven, zeker? Nee, die hebben we met ons eigen centen gekocht. Bemoei al! En als je dat niet kunt, dat je op je sluit te hebben, dan moet je het zeggen. Of blijf anders weg. Waarom komt hier eigenlijk om? Om ons te bespioneren. Nee, dat doet hem niet, hè. Hij is van de buiten. Hij kent nog geen stadsgewoontes. Is niet, Thijske? En het is nog wel de verjaardag van Fomske vandaag. Fomske? Ik dacht dat jij verkering had met een chef. Het is allemaal niet veel bijzonders. En bij ons zeggen ze wel rijke mensen die durven klagen verdienen hun geluk niet. Maar ik heb er medelijden mee. En een mens moest er iets aan kunnen doen. Want we zijn op de wereld toch allemaal sukkelaars. Maar het gaat mij in het hart. Dat zeg ik u. Thijs. Wat zegt u daarvan, vader? Hij heeft hem ook wel medelijden met de rijke mensen. Gegeten, Mathieu? Of als je dat liever hoort, Thijs? Kreeft. Niet dat ik weet. Kom hier. Die is pas van gisteren, maar hij is nog wel goed. Kraakt gij? Zullen hem samen opeten? Kraken. Wacht.
Ja? Gaat dat niet meer zo, juffrouw Corien? Waarom niet? Hij moet zelf ook eten. Hé, vertel eens goeie bier. Wat hebben ze hier in huis toch tegen u? Tegen mij? Dat zou ik niet weten. De meiden plagen u. Mijn broers snauwen u af. En mama doet of dat ze u niet ziet. Oh, dat is niks. En je bent nog wel altijd zo gedienstig. Dat ligt in mijn aard. Ik hou van werken. Ik vind het gemeen. Ik niet. Ik ben dat gewend. Ik heb het wel eens anders beleefd. Toen ik nog een kind was, geschopt en geslagen. Allee. Ja. Ze hebben me een keer half dood op een berry van school naar huis gedragen. En toen hebben ze 3 volle uren moeten werken met azijn en met kunstmatige ademhaling om me weer bij te brengen. Nee, toch? Ja. Ik ben eens half dood genepen door een boer bij wie ik werkte. Omdat de boerin mij voor haar dood voor 5000 frank goud had gegeven. Het is een schande. En later werkte ik op een bakkerij. Dat kreeg ik niet eens te eten. Het is allemaal te lang om te vertellen. En kinderen van rijke mensen, die snappen dat toch niet. Maar ik moet u wel zeggen, ik heb het nog nooit zo goed gehad als hier. Het is hier de hemel. Arme Thijs. Arme Thijs? Dat moet het tegen mij niet zeggen. En beklagen hoefde men ook niet, juffrouw Corien. Want als de dingen al te scheef gaan, dan zou Thijs Glorieus al recht trekken. Dan zeg je zeker socialist? Nee. Ik ben anarchist. Oh. Weet je wat ze moesten doen? Alle grote bazen de nek afsnijden. Het militarisme en het geld afschaffen. En alle grote steden in brand steken. Is dat wat je wilt als je anarchist bent? Ik ben ook terrorist. Wat zeg je nu? O, arme stakker. Je wordt geslagen en je laat u slaan. Het is een smerige wereld. En het is om goede beren, gelijk gij, dat ik er dynamiet onder wil steken. Ik kan geen onrecht zien. Ik ook niet. Haat gij ze ook zo, Thijs? Wie, juffrouw Corien? Wie? Die hele smerige wereld. Nee. Kom hier. Pak die stoel en ga daar zitten. Ik moet voor morgen nog een paar studies maken. Jij kunt mooi poseren. Hoe moet ik dat doen, juffrouw Corien? Zo. Zo. Nee, wat is dat nou voor een afschuwelijke houding? Kom.
Dan moet je me toch eens vertellen, Marieke. Of jij en Elise ook kunnen rekenen. Rekenen? Of zeker? We zijn toch op school geweest, gelijk jij? Dat was dan zeker een school waar ze u geen optellen hebben geleerd. Alleen aftrekken. Hoezo? Telkens als ik de wijnflessen in de kelder tel, dan zijn er tekort. Waarom moet jij ze tellen? Onze dienst is toch al zwaar genoeg? Nee, meske. We mogen er niet zo over denken. Dat begint met één flesje. En zo komt de mens van kwaad tot erger. Het is niet eens voor ons eigen. We doen het voor de jongens. Komen die jongens voor de kip en de wijn? Of komen die voor u? Maar ze zijn het zo gewend. Moesten ze nu soberder onthaald worden, zou scheef zitten. Scheef of recht? Wat gij doet is stelen. En dat moet uit zijn. We hebben niet graag dat ze wegblijven, Thijs. Als meisje van den buiten, in een huis gelijk dit, waar madame u gedurig op uw kop zit, en dan niemand hebben om af en toe eens mee uit te gaan, waar men eens mee kan praten, dat is niet plezant. Hè? Je moet niet denken dat ik met die fonds zal trouwen, hè? Zijt ge jaloers, Thijske? Maar je moet niet jaloers zijn. Het is toch allemaal voor de lol? Trouwen? Zal ik met een serieuze jongen. Je mag trouwen met wie dat wilt. Maar die wijn is gestolen goed. En die kip is ook gestolen goed. Als madame u toestaat dat gij en Alice in receptie houdt, mij goed. Maar dan moet het er gevraagd worden. We moeten oppassen voor die pater, Alice. Hij zal ons nog verklikken. Ik zeg het u. En ik zeg het u voor de laatste maal. Er is hier in huis maar één baas. En dat ben ik. Toen ik studeerde, had mijn vader reden trots op mij te zijn. Ik was ieder jaar de eerste van de klas. Maar gij, stomrekken, dilettanten. Geschaamt u niet om één studiejaar drie keer over te doen. Luister, zeg ik u. Van u was het gehoorzamen. Gehoorzamen kan soms de hond en dat kunnen jij ook. Zit je er al te wachten om de deur uit te gaan? Om te scharrelen met de meiden, god weet waar? Wacht en zult ge. Maar op mij. Tot ik uitgesproken ben. Ik heb een reglement van orde opgesteld. En daar zult ge u aan houden. Punt 1. Na 12 uur 's nachts komt niemand meer binnen. Punt 2. 3 nachten afwezigheid betekent uitsluiting. Die komt hier nooit meer binnen. Beschrijfelijk. Punt 3. Ik wil elk studiejaar dubbel betalen. Wie dan niet geslaagd is, houdt op met studeren. Punt 4. Ik wil weten wie hier binnenkomt. Ik wil geen ongewenst bezoek. Punt 5. Punt 5. Boter aan de galg. Ik zal nu rustig mijn wil neerschrijven. Een volledig reglement. Morgen. Overmorgen. Krijgt ieder van u zijn eigen exemplaar. Kapitein, je zegt nu wel dat er niks bestaat. Maar je kunt toch niet afstrijden dat er een God bestaat?
Begint je weer al, broeier? Hier. Bestaat er een hel? Wat, als er geen hel bestaat, bestaat er ook geen hemel? Als ik tijd had, zou ik het opschrijven. Eerste vraag van mijn ordonnans, glorieus. Zeg, in Wollegem weet ik verschillende glorieuzen wonen. Is dat familie van u? Nee? Dus, eerste vraag, bestaat er een god? Tweede vraag, bestaat er een hel? Ja, kapitein. Wat als er geen god, geen hel en geen hemel bestaan? Dan mag allemaal doen wat hem wilt. En kapitein, als het allemaal niet bestaat, waarom mag de ene mens dan wetten maken voor de andere? Kunde jij het beter? Ja, kapitein. Hoe? De ene heeft niks. En de andere heeft alles. Dat is onrecht. Waarom vraagt ge mij dit allemaal? Je hebt me zo het een en ander verteld, kapitein. En ik denk veel. Zeg het eens ronduit, mon ami. Je moet me maar niet kwalijk nemen, kapitein. Maar ik heb er verdriet van. Waarvan? Het is hier zo'n ongelukkig huis, kapitein. En ik kan dat niet aanzien. Je bent een goeie jongen, Thijs. Alleen, gedenkt te veel. Fini. Hier. Tot de volgende keer. Goedemiddag, juffrouw Corine. Kun je morgen nog eens voor mij poseren? Zal wel gaan. Oh, en denk erom dat u goed was, want je moet nu eens naast poseren. Waarom? Dat houdt u niet aan. Nee, je mocht vragen wat je wilt, maar dat doe ik niet. Zijn ze ons bang dat ik u zal verkrachten? Nee, maar dat kunt u toch niet menen? Waarom niet? Wel, op de academie zo dik was naast Morel. Ik weet eens wel hoe dat er maar gemaakt is, hè. Oh, je moet uw vrouw niet inbeelden dat het voor mij verschil maakt. Ja, of dat je broek aan hebt of niet. Morgen dus? Afgesproken. Ik had gedacht een brief te schrijven. Dan mogen ze dat wel doen ook. Want volgende week zou ik er geen tijd voor vinden. Hoezo? Het is hier volgende week groot feest. Feest? Meneer Paul gaat trouwen met de fabrikantendochter. Schatrijk is ze. 2 à 3 miljoen. En zo lelijk als de nacht. Weet je waar het geld vandaan komt? De vader maakt toespel. Wat gij al niet weet. Gelijk wel een gazet. Meneer Paul ligt er niet zo dikwijls in zijn eigen bed, maar... Hij zal nu toch ook wel eens bij die panlat van de veiligheidsvelden moeten slapen. En ik hoor ook niet, Gerrit, dat ze over de familie spreekt. Nou, Germ, de familie. Wat heb je hier te zoeken? Tja, ik had gedacht een brief te schrijven. Ja, dan doet je dat maar elders, hè? Waarom zeg je dan niks als het klopt? Maak dat je wegzet.
Dan zou voor een juffrouw te moeten staan, hè, Tess? Dan mogen zeker biechten, meneer pastoor. Maar luister nou eens, grote beer. Ik wil niet u tekenen, maar mensen zoals gij. Verstaan? Ik wil de mens tekenen die het onrecht dat hem wordt aangedaan verdraagt en niet wreekt. Ja, ik teken dus geen militair borst vooruit en ook geen opstandeling. Waarom kijk je nu zo aan? Oh, is de stam te vermoeiend? Dan rusten we wat. Hier heb je iets om aan te doen. Mijn slaapt. Leven is monsterachtig. Nee. Nee, het leven is goed en schoon genoeg, maar de wereld zoals die door ons gemaakt is, is monsterachtig. U filosofeert haar levenswaar als de kapitein. Als papa? Mijn papa is oud. Ach, wat begrijpt gij er ook van? Kunnen we weer? Zal wel gaan. Zet u dan eens in een houding die gij schoon en natuurlijk vindt. Ga eens staan zoals gij getekend wil worden. En nee, wat is dat nou voor een afschuwelijke houding? Het moet een schone houding zijn. Met een uitdrukking, een gebaar. Ja, ik kan het niet goed zeggen, hè? Je moet het vanzelf voelen. Is dat zo goed? Ja, zo is het beter. Hou zo. Vind je het prettig om militair te zijn, Thijs? Dan nu wel niet, maar als het moet, dan moet het, hè. Zijn jullie voor ordonnans dan in de kazerne te liggen? Ja, maar de kapitein is ook zo'n goede mens. Ja? Voor de kapitein zou ik door een vuur lopen. Dat zou ook zeker moeten als het ernst was. Hoe bedoelde je, mevrouw Corine? Letterlijk. Door het vuur van de kanon als het oorlog was.
heeft mijn betelknop. Waar? Hier, onder mijn rug. Oh, ik zal hem er even aanzetten. Als je uit dienst komt, wat ga je dan doen? Dat weet ik nog niet. Je kunt nog op het land werken. Ja, dat kan ik wel. Maar dan moet ik eerst land hebben. Hey, weet je wat wij zullen doen? We zullen een klein buitenhuisje bouwen. Met land genoeg erbij waarop je de kost kunt verdienen. Ja, je moet vooral niet denken dat ik zo veeleisend ben, hè? Weet je wat ik zou willen? De koeien melken en kinderen krijgen. Alsjeblieft, uw knoop zit er weer aan. Dankjewel, juffrouw. Is dat alles wat je weet? Dankt u, juffrouw. Ik heb toch met twee woorden leren spreken, juffrouw Corine. Wie je mij? Oh, Godekes. Je bent nog een kind en je weet niet wat je zegt. Ben je een kind? Wat weet jij nou van het buitenleven? Hè? Dat is zo schoon niet als je denkt. Elke morgen vroeg opstaan. Hard werken. Nooit een vrije dag. Geen gas. Geen waterleiding. Ik weet dat jij nog nooit een boerenhuisje van binnen gezien hebt. Daar is geen vertier op de buiten. Zondags naar de mis. Twee keer per jaar naar de kermis. En jij verwend poppeke. Met uw twee meiden en uw badkamer. Vind je dat dan een beter huwelijk? Dat van mijn broer met die fabrikantendochter? Huwelijk? Allee, allee, allee. Nee, Thijs. Ik meen het. Ik zou op de buiten willen wonen. Met u. We nemen een grote wei. En daar laten we koeien op grazen. En een stier. En de volgende morgen loopt er weer een kalf meer. Ja, en dat kalf komt ons een poot geven. Goedemorgen, ik ben er even geboren. En elke morgen, zomer en winter, dan lopen we naakt door de wei. En we springen de beek in. En ik wil 12 kinderen. 12 gelijk jij. Maar revolutionairs. 12 revolutionairs. 12? Waarom geen 18? Dat is toch een half dozijn meer? Toch wil ik u hebben. Kom, we spreken er niet meer over en morgen zijn we het vergeten. Nee. Maar luister nou toch, juffrouw Corine. Ik zou het mezelf nooit vergeven dat ik de kapitein zoiets aandeed. En mezelf ook? Maar dat is toch allemaal flauwe zeven? Je moet durven in het leven.
je de bruid van Paul? Dat is nu het veiligheidsspel. Smaakten zij nu niet? Je kijkt zo benauwd. Ik weet niet hoe of waar ik mijn kop heb. Hier wilt je dat ik lach. En binnen als ik opding, dan mag ik niet lachen. Ze hebben dat feest gedaan en dan mogen ze ook meedoen. Dat moeten meedoen. Als onze vader vanavond niet uit de plooi raakt. Waar is mijn glas? Zijn de gasten weg, Mathieu? Ja. Goed, dank. Oh. Alsjeblieft. Dat zijn net dingetjes, hè. En dan, Mathieu, zit het gezellig bij ons? Nu willen wij ook wel eens lachen. Van vermoeienis. Ik ook. Oh. Hey. Doe ze dan nog maar een keer vol. Ja. Nee. Zie daar. Kunt je wat schoons verkopen voor uw lief? Eerlijk zeggen, Matje. Heb je een lief? Ja of nee? Je mag er niet mee spotten, hoort je? Ik wil lachen. Zo nu en dan moet een mens lichtelijk en met mate drinken. Vermis dat goed is tegen het chagrijn. Oh, chagrijn. Chagrijn? Nou. Dat is de eetkamer. Koffie voor papa, want hij is. Drinken, kapitein. Waarom koffie drinken, Thijs? Allee,
Eén taske. Eén enkel taske. Laat Thijs maar begaan, madame. Als er iets scheef zit, Thijs Glorieus zal het wel recht trekken. Proef maar eens, kaptein. Je zult er dan wel meer van willen. Van mijn kind gaat de berg. Ik zal het komen. Kaptein, ik zou u eens even in vertrouwen willen spreken. Als je mij iets te zeggen hebt, mon ami, zeg het hier. Kaptein. Madame. Monsieur Paul. Meneer Maurice. Juf Corine. Juf verloofde van Monsieur Paul. Ik ben een eenvoudige jongen. En ik heb een glasje gedronken. Ik beken het. Het gaat hier in huis niet goed. Maar, vermits we het allemaal willen, zal het vanaf deze avond af. Een klein beetje goede wil. Vermits alles er is, gelukkig te zijn. En waarom Malkander al dat verdriet doen? Goedheid. Malkander lief hebben. Zie daar. Mijn bedoeling is op deze aarde niks dan gelukkige mensen te zien. Zie daar de bedoeling van mijn leven. Excuseer me dan, maar de kaptein heeft toch zo'n verdriet. Madame heeft ook verdriet. Ze tracht het te verbergen. Monsieur Paul. Meneer Maurice. Juffe Corine. Het is voor uw ouders gelijk alsof ze geen kinderen hebben. Doet Malkander toch geen verdriet meer?
Oeh, oeh. Maintenant c'est complet. Quelle idiotie, nom de chien. Boerenlummels en oude heren die geen drank kunnen verdragen. Weet je wie ook getrouwd is? Rosa. Van de Wallhoeven. Met die man de Wijzer. Zaterdag zijn ze getrouwd. Zondags is haar vader gestorven. Groeten, Paul.